De 27-jarige Juri Edelijn uit Os is het slachtoffer geworden van een steekincident op de markt in Uden. Zondagochtend 10 mei om 2:30 raakte Juri zwaar gewond. Juri werd ter plaatse gereanimeerd door hulpverleners en per traumahelikopter met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Helaas mocht al deze inspanning niet baten en overleed Juri dezelfde ochtend nog aan zijn verwondingen. Iedereen hier in Uden reageerde geschokt dat een gezellige avond zo moet eindigen. Diezelfde zondag nog werd de plek waar Juri werd neergestoken overspoeld met bloemen. Vooral via Facebook gaat de vraag rond of er behoefte is voor een stille tocht als eerbetoon aan Juri. Vandaag zondag 17 mei wordt er een stille tocht gehouden om 7 uur. De stille tocht uit respect voor Juri start op de Nieuwe Markt en zal eindigen op de plek waar Juri werd neergestoken. Allereerst wil ik jullie echt allemaal heel erg bedanken dat jullie zo massaal zijn gekomen. Wat er deze week hier in Uden is gebeurd is niet in woorden te beschrijven. Er zijn geen woorden voor. En daarom is het ook zo prachtig. Daarom is het ook zo prachtig dat in een tijd zonder woorden eigenlijk daden veel luider klinken. En daar is dit een voorbeeld van. Wij zijn hier om Juri Edelijn te herdenken. En ook om een boodschap naar de buitenwereld te brengen. Dat dit gewoon niet kan. Wij willen zo straks de stille tocht beginnen. Ik heb hier de groep van Juri Edelijn. Hij zat bij de scouting. Die nemen het voortouw. Dus de vraag aan alle mensen om hier recht voor mij het pad vrij te maken. Zij zullen het voortouw nemen. En we vragen iedereen die meeloopt om daarin te volgen. Twee politieagenten zullen op een fiets de route uitfietsen. En wij lopen daar rustig achteraan. Dank jullie wel.
deelnemen aan deze stille tocht. Ook namens de familie, vrienden van Juri. En dat dit een mooi gebaar is ook. Omdat dit voor Ude ook wel een mond heeft achtergelaten. En dat blijkt alleen maar dat iedereen meeleeft en meevoelt. Door de grote aantallen waarmee jullie hier gekomen zijn. Ik wil nu iedereen de kans geven om bloemen neer te leggen. En op zijn eigen manier even erbij stil te staan. Dank jullie wel.